net iets warmer was. En duidelijk wellicht ook geen figuur hier. Maar het is wel hier, op deze plek, dat Aphrodite, godin van de liefde, patroonheilige van de hoertjes uit het witte schuim, herrezen is. Cyprus is een romantische bestemming waar heel wat toeristen de liefde komen zoeken, waar ze soms ook komen bezegelen. Eindigt ook mijn wandeling in een hoogtepunt en dat is hier in de Fontana Amorosa. Er wordt gezegd dat Aphrodite en Adonis hier kwamen baden na de daad. En wie hierin zwemt, is voor eeuwig en altijd verliefd. En daar doen we mensen geen kwaad mee. Zoek je nog een Adonis of Aphrodite, dan moet je naar Cyprus. Ik voel al iets.